Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is een succes. Iedereen reageert heel positief op de vlogs. Dus ik denk, ik ga gewoon door en waar lukt dan upload ik er eentje extra. Ik ben nu alles aan het klaarzetten, want ik ga even een hele leuke video opnemen met een hele leuke aanbieding. Er zijn er wel heel veel van, maar ik denk ook dat ze heel hard gaan omdat de aanbieding echt extreem goed is. Dus ik laat straks het resultaat zien en mocht die nog zijn, dan staat hij op de website. Dus ik ga dat gauw even doen en dan neem ik jullie mee in de dag. En ja, ik denk een paar dagen trouwens, dus kijk gezellig mee. Dit zijn ze geworden. Ik vind het echt leuk. Ze zijn twee kleuren te bestellen, dus voor ieder wat wilt. Deze is mooi wat gekleurder in het roze en deze wat meer in de naturel tint. Dat is ook heel mooi. Zo, we hebben ook heel veel nieuwe planten binnen en ik zou de planten die ik in deze vlog laat zien ook online zetten zodat je ze kan bestellen, hè? Want daar kreeg ik ook veel vraag naar. Hele mooie ripsalisjes, echt verschillende soortjes en dat is een heel makkelijk plantje, dus ben je niet zo goed met planten dan is dit zeker een tip. Mooie blauwvaren, vind ik zelf altijd een heel mooi plantje, op zich ook een hele makkelijke varen. Hele mooie alocasia's. Kijk dat blad, hoe mooi. Die vorm is echt heel mooi. Deze is sinfonia en die zit in een hangpot. Dus die kun je ook mooi laten hangen en eventueel laten leiden. Echt heel mooi. Ook weer zo'n apart blad. Ik hou daar wel van. Ik hou sowieso van groene planten, want ze zijn gewoon lekker makkelijk. Maar het geeft wel heel veel sfeer in je huis. En zo kan je het toch heel leuk aankleden. Ook met dit bandelier. Weer leuke mini pannenkoekjes. Dat vind ik ook echt een leuk plantje. En die kan je ook leuk weer stekken elke keer. Dus die komen ook weer online. En dit vind ik zelf ook een heel leuk plantje. En als je planten moeilijk. Of als je wat moeilijker vindt om planten in leven te houden. Dan is dit ook echt een toppertje. Heel mooi blad. En dat is trouwens ook een vet plant. Dus lekker makkelijk. Ja, en mocht er nog meer plantjes. Ik zou nog meer plantjes online zetten. Dus. Ik zou het linkje eventjes inzetten. Goed, ik heb ook mooie potten opgemaakt met orchideeën. Want ja, met die warme temperatuur is dat ook natuurlijk leuk. En deze bijvoorbeeld in dat draadmandje. Daar had ik het in een vorige vlog al over. Dat je heel leuk die draadmandjes kan opmaken. Met bijvoorbeeld mosterd binnenin. Dat heb ik dus ook gedaan met een orchidee. Dus allemaal leuke dingen. Dit zijn de kleuren van de DIY trouwens. Ik ben heel benieuwd. Vinden jullie nou de lichte het mooist of de roze? Waar gaan jullie voorkeur naar uit? Ik ga nu ook iets leuks doen. Ik ga namelijk een bruidsboeket maken van droogbloemen. Ik ga even overleggen of ik hem al kan delen. En anders deel ik hem later als de bruiloft is geweest. Maar misschien zegt ze wel van, goh, je mag hem gerust delen. Dus maar daar ga ik nog gauw mee aan. Ik kreeg al een reactie terug en ze vindt het heel leuk als ik beelden deel. Dus dat ga ik ook gelijk doen met jullie natuurlijk. Ik ben er echt heel enthousiast over. Het is echt heel mooi. Dus als je een beetje van de vintage stijl houdt, dan past dit zeker bij jou. Hij moet nog afgewerkt worden, dat ga ik later doen. Maar ik wil dit al wel vast met jullie delen. Er is net een vrouw geweest die allemaal leuke nieuwe bloemenkaartjes heeft gebracht. En het leuke is dat er van elk kaartje een deel naar Kika gaat. Dus dat is sowieso een heel goed doel. En ik vind echt de kaartjes echt heel leuk. Vooral, het is ook het panterprintje en zo. Ja, ik vind het heel erg leuk. Dus die wil ik jullie even laten zien. En het is sowieso goed natuurlijk om een goed doel te steunen. Al is het maar een klein deel wat je daarin kan doen, is natuurlijk altijd goed. Kijk, wat een leuke tekst. Ik vind deze ook echt heel erg leuk. Echt heel leuk. Hoi, ondertussen zijn we een paar dagjes verder en ik ben weer alles aan het installeren om een video op te nemen. Het is nog 's ochtends vroeg voordat de winkel open gaat, dus wel lekker zo om de dag te beginnen. En heel leuk. Ik ga iets maken voor buiten met het krukje. Alleen weet ik niet als deze video online komt of die nog beschikbaar is. Want het is wel beperkte voorraad. Ik doe echt weer van alles erbij. Dit is niet heel handig. Maar altijd leuk om te bekijken. En misschien heb je geluk en zijn er nog wat. Ik ga sowieso proberen om er wat bij te krijgen.
Dus ik ga gauw beginnen met filmen en vandaag neem ik jullie weer mee in mijn dag. Ik neem jullie morgen weer mee. Vandaag heel veel ingepakt, maar wel heel erg lekker gewerkt. Dus ik ga deze dag afsluiten en jullie zien me morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdag en ik probeer jullie vandaag veel meer te nemen. Op zaterdag is het soms wat lastiger in verband met de drukte. Maar ik ga boeketjes maken en ik heb net ook al wat leuke boeketjes gemaakt. Dus ik ga gauw verder en ik laat jullie weer het een en ander zien. Gisteren heb ik ook de etalage hier nog even aangepakt. Het staat dan weer mooi vol met groene plantjes en lijkt alweer mooi fris. En ook hier in de etalage hebben we het een en ander veranderd. Ik heb weer een mooie ring met een naam die ik weer opnieuw mag opmaken. Dit keer in het okergeel. Heel erg leuk. Ik heb dus contact gehad met degene die dit soort ringen altijd maakt. En we hadden misschien een leuk idee om er een DIY pakket van te maken. Dus vind jij het leuk? Laat even in een reactie weten of je dat leuk vindt met je eigen naam. Of een naam voor iemand anders wat je dan ook wil bestellen. En laat het even weten. Dan weten we of we dat kunnen moeten aanbieden als DIY pakket. En dan ga ik in overleg dat zij dan de naam kan maken. En dat jullie dan het totale pakket bij mij kunnen bestellen. Ik ga nog even aan de slag met mijn grote vriend. Nou, alles is gewoon opgeruimd. De winkel is geschrapt. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En ben je niet geabonneerd? Abonneer even gratis op dit kanaal. En dan blijf ik op de hoogte van alle leuke video's die online komen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!